Ik sta hier nu aan de Libanees-Syrische grens. De grens loopt daar bij die bergen. En af en toe horen we geknal. Dat betekent dat daar gevechten aan de gang zijn op het Syrische grondgebied. We hebben net ook wat vluchtelingen bezocht. Die zitten toch in belabberde situaties. Garagehokken. Echt slechte locaties. Daar betalen ze een hoop geld voor. En meestal alleen maar toegang tot drinkwater. Een beetje elektriciteit. Maar de hygiënische omstandigheden zijn zeer belabberd. Deze mensen weten ook niet wanneer ze terug kunnen, hoe het verder moet. Ze zitten hier met een aantal kinderen en soms met broers en zussen. En ze durven absoluut op dit moment niet terug de grens over hier. Men is te benauwd dat ook zij weer slachtoffer zullen worden van het geweld daar. So, were there fighting there? Still fighting going on? No. يومية يومية قصف يومية موجود قصف واشتباك. Ik sta hier met de aartsbisschop van de Grieks-Katholieke kerk in Libanon, een kerkorde die hier al 400 jaar bestaat. En deze bisschop vangt verschillende vluchtelingen op vanuit Syrië. We have about 400 families coming from Syria, Christian families. And we try to have them food and health and scholarship for their children. But do you get enough support from the international community? Not yet, UN? Really. Not yet, really, because no. Those people, they don't like to register in the UN. They are afraid because they like to go back to their country where it's possible. Can you tell us an example of how people left? And why they left Syria to come to the Baykafa line? They left Syria, some of them because of the fight between the government and the rebels. Yeah. Some of them, most of them, they left because the rebels asked them to leave. They were threatened. And they destroyed, yes, they destroyed their homes. Mm-hmm. And were churches also destroyed? Yes, many churches are destroyed now in the Homs region, yes. Because if the fighting is going on and the Muslim Brothers, for example, will take over power, what do you foresee will be the position of the Christians whenever the Sunnis have power? I think power? We are afraid to be as Iraq. Right. Iraq now, there is no Christian. No. 5% only they stay in Iraq, the others are now outside of Iraq. That's why we are afraid of that. We zitten hier in de Baykafa-vallei ongeveer 50.000 geregistreerde vluchtelingen. De schattingen zijn dat er nog eens een keer iets van 30.000 bovenop meer vluchtelingen zijn dan geregistreerd. De zogenaamde niet geregistreerde. En dat komt omdat met name de christenen en de shiiten hun naam niet willen doorgeven aan de VN. Ze zijn bang dat dat weer repercussies heeft voor hun familieleden in Syrië. En daarom is het voor hun het meest moeilijke, de christenen, om hier hulp te krijgen. En daarom is het ook goed dat als Nederland geld geeft, dat niet alleen maar via de VN verdeeld wordt, maar ook via organisaties zoals World Vision, waarmee ik hier op bezoek ben. En op die manier hopen we de vluchtelingen iets te kunnen helpen in hun hele benarde situatie.